Beste familie, vrienden en collega's. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om geen kerstkaartjes te sturen. In de plaats daarvan willen wij het geld die we zo uitsparen schenken aan drie goede doelen. De voedselbank, de fontein in Gent en welzijnszorg. Desalniettemin willen we jullie langs deze weg toch onze oprechte wensen doorgeven. Kerstmis, feest van het licht, een periode van gezelligheid, saamhorigheid, family time en tijd om even stil te staan en bewust te worden van wat er heerst in de wereld. Ondanks de bewogen periode die we met z'n allen gevoeld hebben, zijn we er rotsvast van overtuigd dat we door massaal bewust te blijven geloven in het goede en positiviteit uit te stralen, we veel kunnen betekenen en bereiken. Samen sterk is en blijft ons motto. Voor 2016 wensen jullie 365 uitdagende en boeiende dagen rijk gevuld met goede gezondheid, sportiviteit, vrijheid, gezelligheid, solidariteit en een open mind. Chers familles, amis et collègues, cette année nous avons fait le choix de ne pas envoyer de carte de vœux. Au lieu de cela, et avec l'argent que nous épargnons par cet acte, nous voulons soutenir financièrement trois organisations, de Voedselbank, de Fontaine à Gand et Valsinsorg. Néanmoins, nous tenons à vous souhaiter tous nos sincères vœux pour l'année 2016, une année de solidarité, de sincérité, de respect pour l'individu mais aussi pour notre planète, de liberté et de joie. Speciaal voor mama Ellen, André Leon, Angelique en Pascal, gezegend Weihnachtsfest en gelukkig het neues jaar. Ik wens iedereen, wanneer we genoegen en ik, een zalig kerst en een gelukkig nieuwjaar.